Rosalind. De case van zijn jongen, genaamd Ganymede, en die ontmoet dan Orlando in het Ardennenwerk. Ja? Nou, Orlando is verliefd op Rosalind, en Rosalind is verliefd op Orlando. Mooi, alleen Orlando herkent Rosalind wel nog niet, want ze is natuurlijk verkleed als Ganymede. Dus, Rosalind gaat een verleiding, maar dit is eigenlijk de verleidingskracht van een jongen, die in deze situatie wordt minder een meisje zou willen zijn. Dus, Rosalind speelt Ganymede, die weer Rosalind wil zijn. Dus Rosalind en Orlando zijn verliefd op elkaar. Ja. En de echte Rosalind is een meid, is een jongen die daar stiep. Ja. Ja, dus dat is één ding. Speelt iemand die hij niet is. Hij is niet wie hij is. Hij is hij. Hij is niet wie hij is. Hij is wie hij niet is. Ja, dat. En dan dus zichzelf betekent dus je eigen spiegelbeeld in de blik van de ander spelen. Of anders gezegd, de toneelspeler speelt de amateur die weer de toneelspeler speelt. Voilà. Ja. En ja, anders gezegd. Dus er is geen wit en zwart afzonderlijk van elkaar. Want zwarte zijn alleen maar zwart voor de witte en witte zijn alleen maar wit voor de zwarte. Eigenlijk zijn de echte zwarte, zijn de witte die zwart spelen. En de echte witte zijn de zwarte die wit spelen. Maar dan zijn zwart en wit bij elkaar. En nemen ze van elkaar over van door middel van verbeelding. Dus eigenlijk zijn het dan twee spiegels die tegenover elkaar staan. En die elkaar een eindig aantal keer van malen herhalen. Ja, ja. En het echte meisje is een getravesteerde jongen. En dat meisje getravesteerde jongen speelt een als jongen gekleed meisje. Ja. Maar dan is alles werkelijk en onwerkelijk. Waar en vals tegelijkertijd. Mm-hmm. Ja, want Rosalind speelt Ganymede, die weer Rosalinde speelt. Dus ze speelt zichzelf als ze met Orlando trouwt. Eigenlijk, je bent jezelf en tegelijkertijd de ander die gelijk staat aan jezelf en dat verschil. Ja, precies, ja. En daarna? Nee, dan gaan ze naar de kleedkamer en daar doen de acteurs hun kostuum uit. Dat is de laatste gedaan in de rustie. Oké. Dan heb je een jongen. Die speelt voor een meisje. Mm-hmm. Dat meisje speelt als of een jongen is. Ja. En aan het eind van het stuk wordt die jongen weer een meisje. Speelt hij? Ja. En na de voorstelling. Van we gaan de kostuums uit en dan is het weer een jongen en is het zelf. Ik snap het. Oké, dus wat wil je dan met mij doen? Een jongen of een meisje? Wat wil je dat ik ben? Een jongen of een meisje? Dat is je maar niet.